Hoi, leuk dat je kijkt, dat je instroomt. Ik geef ook nog even de tijd om mensen binnen te laten komen die deze melding hebben gekregen. Want vandaag hebben wij boerin Astrid in deze serie, Boerin Vertelt. Je kent haar vast wel, omdat zij afgelopen tijd vaak in het nieuws geweest is. Op televisie, omdat zij 6000 kilo aardappels stortte bij de supermarkt. Even leeg gestort. En ze zat onder andere bij Bo in de uitzending. Ik zal haar meteen even binnenhalen, want ze is er live bij vanuit Beemster, Noord-Holland. En dan gaan we eens vragen hoe het met haar is. Hoi Astrid. Hey, ben ik er al? Kijk aan. Dus even kijken, als het goed is, laat even weten als je nu kijkt of als je later terugkijkt, waar jij woont, waar je vandaan meekijkt. En ook graag even een test of het geluid goed is, of je mij goed kan verstaan, of je Astrid goed kan verstaan. En dat we goed in beeld zijn. Dus typ het even onderin bij de comments. Hoi Astrid. Hi. Nou, volop in het nieuws geweest met de aardappeloogst die jij nog had liggen. Ja, klopt. Hoe kwam je tot die actie? Dat kwam omdat de korte versie is dat we via Midden-Beemster het filiaal hier hoorden dat de aardappels er niet meer lagen. En dat daar ook verteld werd aan de klant dat ze niet meer leverbaar waren. Terwijl ik eigenlijk nog best wel wat voorraad had. Heel veel. En bij navraag gingen ze over op buitenlandse aardappels. En ik denk, nou weet je, als de consument nu te horen krijgt dat er geen Nederlandse aardappels zijn, dan zullen ze dat weten, want de schuren liggen overal vol. En het is echt een probleem. En weet je, zolang wij het hier alleen aan de keukentafel daarover hebben, komt het ook niet verder. Dus ik denk, ja, we moeten toch een keer de consument met de neus op hun feiten. Ja. Ja, want er zijn heel veel aardappelboeren die natuurlijk overzitten met onder andere frietaardappelen ook natuurlijk, omdat de horeca en dergelijke dicht is. Ja. Ik zie inmiddels dat we kijkers hebben. Ingrid, groet van Ingrid uit Permanent. Geluid van jullie beiden is prima. Top ja. Dat je het even wilt weten. Leuk dat je erbij bent, Ingrid. Oh, een momentje. Ga even naar open. Ja. En Jaap Mus volgt het vanuit Spanbroek. Leuk dat je erbij bent, Jaap. Deel deze video ook nu of later. Dan kunnen nog meer mensen dit terugzien. Petra, dankjewel. Goed beeld en geluid. Helemaal top. We gaan straks ook nog even naar buiten. Dus blijf even bij of dat ook goed gaat. Mandy, Lala, leuk dat je erbij bent. We horen je vanuit Midden-Beemster. Dat is heel dicht bij jou natuurlijk. Die kennen we. Tineke Beltman, goed te verstaan. Ik kom uit Nieuw-Schonebeek. Vond een prima actie. Ja, inderdaad. Niet twijfelen, gewoon doen hè, in dit geval. Ja, inderdaad. Niet te veel waarschuwen, niet te veel mensen wakker maken. Gewoon doen en dan is het al gebeurd voor iedereen het door heeft. En dan heb je gewoon je punt gemaakt. Dus een beetje opschieten. Daar hou ik wel van. Nieuws bij breed uitgedeeld, inderdaad. En ja. Hoe staat het nu voor met de aardappels in de opslag? Ja, hartstikke goed. Dena zou 20 kisten ophalen, dat hebben ze gedaan. En de volgende dag kwamen ze er nog 20 halen, want het ging gewoon onwijs hard. En daarna nog 20. Daarna nog meer. Dus ik heb uiteindelijk een paar kisten achtergehouden voor mezelf. Dat je nog wat eten hebt. Ja, ik moest echt nog oppassen dat het niet te hard ging. Zodat ik zeg maar mijn huis verkoop en mijn eigen klantjes hier om de deur en zo allemaal nog gewoon aardappels genoeg voor heb. En nou ja, het is eigenlijk gewoon een heel groot succes geworden. En ik ben op zich wel heel blij, maar het feit dat er nog heel veel aardappelschuren vol liggen of nu leeggeruimd worden en naar een vergister gaan. Of, weet je, dus uiteindelijk voor mij is het wel leuk opgelost, maar het is nog steeds heel zuur voor mijn collega's. Dus daar is eigenlijk weinig veranderd. Maar ja. Ik merk wel dat er in retailland, dus bij de supermarkten, wel degelijk eventjes iedereen wakker geschud is. Sowieso bij D natuurlijk. En die hebben het heel sportief opgelost. Maar goed, dit is een geval op zich.
Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld gezien bij Albert Heijn dat ze helemaal een nieuw logo erbij hebben. Dat je je boodschappen kan selecteren op Hollandse producten. Dat ze er helemaal een webshop op aangepast hebben. Dus dat is wel heel grappig om te zien. Dat ze daar voor de rest niet zich heel erg over uitlaten, maar wel meteen daarop inspringen. Ja, ik weet niet hoe lang die actie al eerder bedacht was. Maar inderdaad, vorige week dat ze ook promoten van groente en fruit uit Nederland. En ja. Ja, er zijn ook al 200 supermarkten die bijvoorbeeld vlees van Hamlet, van Annegien, zeg maar, uit Nederland leveren. Dus daar komt wel meer steeds reuring in. En vooral consumenten blijven ook vragen aan je supermarkt van als je producten uit het buitenland ziet. Bijvoorbeeld hamburgers of aardappels uit Israël. Van waarom er is nog zo'n grote berg bij zoveel boerderijen. Dat is echt ongelooflijk. Ja, en soms denk ik dat als bepaalde producten niet in Nederland zijn, omdat het seizoen niet is, dat het ook niet erg is om dat een tijdje niet te eten. Omdat je je dan weer kan verheugen op de nieuwe oogst. En ja, dat heb ik ook bij Deen gevraagd. Waarom moeten we aardbeien eten met de kerst? Weet je, die zijn hier gewoon niet. Nee. Dus ja, mensen hebben geen idee wat nou over de hele wereld stimuleren ook weer. Ja, mensen hebben nu geen idee wanneer welk product geoogst wordt of zo, hè? Want omdat het zo lang te leveren is. Ja, je hebt nee, dat is wel een goed punt. Ook denk ik voor het onderwijs om eens uit te gaan leggen wat voor klimaat we zitten en wat hier dus mogelijk is en wat we hier dus telen. En wat er in Nederland nou eigenlijk groeit en wanneer. En dat is helemaal niet verkeerd om in je basisopvoeding mee te krijgen, denk ik. Ja, zo zijn er ook heel veel boerderijen die aangesloten zijn bij Boerderijeducatie Nederland of klassenboeren. Die hun bedrijf openstellen. Ja, nu voor kleinere groepen dan uiteraard. Maar ook ja, voor ik heb, hier verderop is er inderdaad sinds vorige week geloof ik dat er weer met wat aanpassingen en zo weer wat mogelijk is om boerderijen te bezoeken. Ja. Dat is heel fijn. Klopt, boerderijwinkels die mochten al wel bezocht worden natuurlijk, maar ik weet van een ijszaak, boerderijijs in Friesland. Ze mochten daar ijs kopen, maar niet op het erf opeten, maar naar de weg toe gaan. En vanaf zondag, tweede Pinksterdag om 12 uur, dan mogen de terrassen open. Ja. Wat dat betreft. Ja. Even kijken of we nog nieuwe... als je vragen hebt trouwens, als je kijkt... stel ze hieronder, dan kan Astrid ze ook nog meteen beantwoorden. En je zei al, jij weet niet meer wat er op het land, wat welk seizoen is. Wat hebben jullie bijvoorbeeld nu in de grond zitten aan teelt? Nou, we hebben eigenlijk nu net alles in de grond zitten. Gewoon alles. Knolselderij, uien, aardappels zijn gepoot. Al het graan is gezaaid, dat hebben we wel al wat eerder gedaan. Maar nou ja, dat komt zeg maar nu een beetje boven. Ja. Dus in april, eigenlijk wordt alles een beetje in het voorjaar wordt geplant en gezaaid. Dus dat begint nu boven te komen. Dus we zijn nu heel druk bezig met twee regenhaspels om alles nat te gooien en te houden. Want het is een goed plan. En wij hebben onwijs mazzel dat we bij het IJsselmeer zitten en dat we nog water hebben. We hebben een bron. Met bronwater, 5 jaar terug, hebben we een bron geslagen. Dus we kunnen onze pootaardappels ook beregenen. Okay. En, dat is wel super fijn, want anders ben je eigenlijk al ten dode opgeschreven. Want die aardappels liggen nu in de droge grond en er gebeurt gewoon helemaal niks. Als je ze niet nat gooit. Nee, het is echt enorme droogte. Zoals in februari hebben we met zoveel regen te maken gehad. Dat je denkt, we hebben inderdaad 5 maanden regen gehad. We hebben de hele herfst, winter niks geploegd. Eigenlijk niks in het land kunnen doen. En eigenlijk, hoe ironisch, vanaf dag 1 dat corona in Nederland echt serious business werd, zeg maar. Dat alles echt dicht ging en de scholen, de kinderen thuis bleven. Vanaf die dag heeft het bijna niet meer geregend. Is het gewoon mooi, strak, helder weer. Daarvoor was er alleen maar regen. Dat is wel bijzonder eigenlijk. Inderdaad, het droogt voor geen meter. Toen niet, maar nu is het zo droog dat je bijna moet gaan kijken. Omgeschakeld. Ja. Even kijken, ik zie hier een foto van jouw dochter, neem ik aan. En je zoon. Ja, klopt. Ik heb er 4. Dit zijn de even kijken, ja, dat zijn de middelste. Dit is Lieke, mijn dochter, dat is de tweede. En Kees, die bij zijn bordje zat, met zijn overal aan, dat is de derde. Ik heb... Hier hebben we de hele family. Ja. Oh ja, dat zijn ook mijn nichtjes nog. We hebben een familiebedrijf met mijn zwager, mijn schoonzus en mijn schoonvader en mijn man.
En mijn schoonzus en mijn zwager, die wonen hier bijna tegenover het bedrijf. Die hebben 2 meiden. En wij hebben dan 2 jongens en 2 meiden. Dus we hebben er totaal 6. Ah, oké. Okay. Nog even, ook weer een eigen bordje eten natuurlijk. Ja. Wordt ze met een paplepel ingegoten natuurlijk. Ja. Genieten ervan. En ik zag ook, even kijken, door naar de volgende foto. Op het land. Ja, de foto is even weg. Je had er ook eentje met de plantjes in de grond. Nou, naast werken is er ook tijd voor genieten, zie ik. Zeker, ja. We zijn ook nog opvangadres voor geitjes. Dus potlammeren, die fleslammeren, die hebben ook altijd een aantal in het voorjaar en de zomer. Van een geitenboer hier in de buurt. Dus dat is ook altijd wel een feest hoor. In de zomervakantie rennen ze op het weidje hier met de geiten. Dat is een mooie beestgeit. Allemaal met een flesje. En naar deze foto was ik net even op zoek. Oh, kijk, ja. We gaan altijd, als de aardappels, zeg maar, dit is vorig jaar. En dan zeg maar dan een beetje een maand later, 2 maanden later ongeveer. Dan komen de aardappels boven. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om in de gaten te houden. En om ook aan je kinderen mee te geven. Want dat is wel de basis van alles natuurlijk. Dat je iets in de grond stopt, het gaat groeien en je het uiteindelijk kan oogsten. Ja, inderdaad. En dat ze dat ook zien, hè? Want ja, hoeveel kinderen komen nog op een boerderij om eens te kijken naar bijvoorbeeld de dieren, de koeien, de schapen of naar... Ja, ik denk echt dat het een gebrek aan je opvoeding is. En ik denk dat al die mensen die nu bijvoorbeeld bij GroenLinks en in de stad wonen en die daar dus op stemmen, dat die gewoon echt geen idee hebben hoe het werkt. Anders ga je toch niet op dat soort partijen stemmen, als je ook maar een beetje weet hoe het zit. En daarom denk ik dat het gewoon bijna verplichte educatie moet zijn op scholen. Ja, en de Nederlandse normen zijn eigenlijk het strengste ter wereld. Hè? Ik bedoel, ze kunnen wel zeggen, ga in het buitenland het voedsel vandaan halen. Want daar is het goedkoper of wat dan ook. Maar dan wordt er ineens niet gekeken naar hoe het verbouwd wordt. Of, ja, het ligt wel iets genuanceerder. En dat kan je niet zo zeggen. Want er zijn ondertussen in het buitenland worden er ook wel eisen gesteld. En ik weet niet precies welke eisen, maar volgens mij zijn de eisen in ieder geval een stuk minder hoog. En... is het wel krom dat wij, zeg maar, dus planetproof, global cap, anders hoef je niet eens meer te leveren tegenwoordig. En dat is een hele papierwinkel, heel veel controle, gaat heel veel tijd in zitten. En best wel een beperking in je vrijheid van wat je allemaal doen mag. En ja, op extra kosten. En op zich staan we daar ook achter. Weet je, wij willen ook gewoon dat je het beste doet voor de planeet. Want dat wil toch iedereen? We willen toch allemaal een mooie planeet voor onze kinderen? Dus dat is op zich heel positief. Alleen als dan vervolgens je product niet meer in de winkel gelegd wordt en het wordt met dezelfde gemak wordt het uit het buitenland gehaald, waar dus waarschijnlijk de eisen minder streng zijn en je ook nog de verscheepkosten hebben, de vliegtuigen die ervoor moeten vliegen, dan denk je, ja, maar wat voor goeds kunnen wij nou voor de wereld doen als we dat ook blijven doen? Ja. Heeft het wel zin? Dat is ook, ook discussie inderdaad voor het CETA-verdrag, dat er dingen uit het buitenland wel gehaald mogen worden die we in Nederland zelf niet mogen produceren. Ja, nou ja, het is best ingewikkeld allemaal hoor. En ik heb de afgelopen weken heel veel mensen gesproken en die zeggen ook, ja, weet je, we moeten onze bodem, onze aarde zo goed mogelijk benutten. En je moet dus eigenlijk producten die het best op een bepaalde plek... Natuurlijk groeien. Op die plek ook gaan telen. Dus als bijvoorbeeld hier in Nederland iets niet zo goed groeit, dan kan je het beter in het buitenland doen. Maar ja, dan moet je je afvragen, wil je dat product hier dan ook heen halen om te eten? Of moet je er gewoon een beperktere keuze maken? Weet je, wil je juist die boontjes uit Ethiopië hier eten? Waarom pak je niet gewoon een wortel die... weet je, dan eet je gewoon iets vaker wortels of zo. Ja. Nou ja, bij wijze van, weet je, in de zomer heb je sla. Ja, dat heb je niet in de winter. Dan eet je in de winter geen sla, ja. Nee. Nou, dat zegt Ingrid ook precies. Gewoon met de seizoenen meegaan werkte vroeger ook prima. Ja. Toen hadden de meeste mensen zelf nog een moestuin. Nu zijn er weer een aantal die... Ja, die oudere generatie is zo gek nog niet, hoor. Nu zijn juist ook juist onder jongeren soms even veel meer die ook zelf willen telen en daar bewuster mee bezig zijn, dus... Ook een goede ontwikkeling om die ook mee te nemen in ons. Ja, inderdaad. En kijk, er zijn natuurlijk wel meer dingen
die nu, weet je, je mag dan niks meer spuiten. Dat is dan biologisch. Maar als je bijvoorbeeld helemaal niks meer aan luizen mag doen, dat wordt nu al een enorm probleem in bijvoorbeeld die snijerijen. Want je kan bij de supermarkt kan je van die hele mooie gesneden zakjes sla kopen. Maar als de luizen eruit kruipen als je thuis komt, dan ga je toch klagen bij de winkel, want dat wil je niet. Maar ja, je wil niet dat het bespoten wordt. Ja, wat moet je dan? Ja. Heel veel lieve heersbeestjes. Ja, lieve heersbeestjes, heel goed idee. Dat is leuk voor in je groentetuin, maar op grote schaal is het toch wat lastiger. Ja, daarom. Ja, goed. Ik kijk nog even of dat er een vraag is bijgekomen. Ik scroll even door naar beneden. Even kijken. Mandy hebben we gezien. Ja, inderdaad. Geef ook even duimpjes, hartjes om te laten weten dat je het gezien hebt. En deel dit gerust. Volgens mij heb ik geen vraag meer gemist op dit moment. En nou, super bedankt Astrid voor jouw toelichting. Wat wil je nog een tip? Ja, je hebt al heel veel tips meegegeven. Wees bewust waar je voedsel koopt, uit welk land het bijvoorbeeld komt. Is er ook geen Nederlandse alternatief voor? Nog meer tips? Nou ja, blijf altijd kritisch. En als je, weet je, reclame is natuurlijk iets waar je in gelooft en wat heel erg binnenkomt. Maar blijf altijd bij jezelf en blijf je afvragen van is dit waar en is dit wel echt een Nederlands product? Lees door op verpakkingen, want het kan ook zijn dat het uit het buitenland komt en alleen in Nederland verpakt is. Ja. Dus, blijf ook kritisch naar supermarkten toe, want daar zijn ze echt heel gevoelig voor. Dat als een consument in de winkel loopt en vragen stelt, uiteindelijk kunnen we dan echt wel een stukje verbetering aanbrengen. Maar daar hebben we de consument echt heel hard voor nodig. Ja. Ja, want ik keek dan ook bij de supermarkt naar kipfilet. Oh, er staat NL op. Nou, dan is het goed. Maar dan is het, is het van Oekraïense kippen die in onze weggegooide legbatterijen opleveren. En die eieren mogen dan wel hierheen komen. Ja, de eieren kunnen hierheen komen, maar ook het kippenvlees dus. Ja. Als het alleen maar in Nederland verpakt wordt. Ja, is het NL Nederland. Ja, dat is wel krom. Blijf kritisch dus. Ja, opletten. Yes. En je hebt zelf ook nog aan de weg een kraam, zei je, zodat mensen ook uit de buurt jullie oogst kunnen kopen. Ja, klopt. Let op. Wil je hem zien? En jij wilde hem graag zien, toch? Kijk, ik heb een klant ook. Oké. Okay. Daar is hij. Dat is mijn hond. Gezellig. Ik heb mijn kinderen verstopt. Hoi! Oh, top! Dat staat echt helemaal aan de weg, zeg maar. Ze hoeven het erf niet op, eigenlijk. Nee, dat vind ik wel fijn. Ik heb mijn hond geleerd dat hij het erf niet af mag. En als dan de klanten niet het erf opkomen, dan hebben we gewoon een perfecte... Dan gaat het helemaal goed komen. Ja, precies. Dus er staat nu mevrouw iets te kopen, dus ik blijf even hier. Ja, inderdaad. En dit zijn de geitjes, ook wel leuk misschien nog even... Alle baby's. Hey. Nee. Ja, precies. En de achter, ik weet niet of ik een beetje in kan zoomen. Nee, dat lukt niet. De achter staan de suikerbieten, die komen net boven. Dat is op zich ook wel grappig. We zijn nu alweer aan het aardappels laden, de laatste. De schuur is bijna leeg, gelukkig. Ja, want je hebt pootaardappelen, dus dat is voor andere boeren om weer in de grond te stoppen voor nieuwe aardappelen. En je hebt consumptieaardappelen, hè, voor het opeten. Ja, klopt. Ga nu nog wat consumptieaardappelen gaan de weg. Ja. Dit zijn de bietjes. En je kan wel zien dat ze het heel slecht hebben gehad. Dus dat ze gewoon heel droog zijn geweest. Er komt heel veel niet op. We hebben onwijs beregend. Maar zoals op het kop en daar is echt niet zo heel goed nog. En hier, kijk, daar gaat het beter naar het midden van het stuk toe. Nou, dit zijn dan de bietenplantjes nu. Het eerste wat uit de grond komt. Ja, dus in oktober dat we weer een goede oogst hebben. Ja. En dat is voor de suikerbieten? Ja. En dat is voor suikerbieten qua veevoer? Of, Nee, voor de suikerklontjes. En de stroop en alles eigenlijk waar suiker in zit. Ja, oké. Prima. Ja. En normaal staan die al voller waarschijnlijk, maar dat wordt nu nog vol beregenen. En dan... Ja. Mooi dat jullie uit IJsselmeer kunnen pompen, zeg maar.
Ja, uiteindelijk komt het uit het IJsselmeer, wat we hier aan water hebben. En daar zijn we heel blij mee, want andere delen van het land hebben het echt heel droog. Die hebben al een beregeningsverbod. Dus die zitten echt in de panarie. Die hebben gewoon een serieus probleem. Inderdaad, ja. Ik kijk nog even dat er een laatste vraag is binnengekomen. Intussen loop jij weer naar binnen toe. 4G was gelukkig. Goed. Ja, ik heb de vraag nog niet gelezen, maar ik gooi hem er gelijk maar in. Dirk-Jan van Vuren, leuk dat je erbij bent. Ik vond het een schitterende actie. In vele sectoren moet alles goedkoper. Ze vergeten de Nederlandse bedrijven, die zijn nu de dupe. Als alles uit het buitenland wordt gehaald, dat is niet duurzaam met de boot of anders de producten. Ik heb de zin even in de opmerking verder nagelezen. Hij komt niet helemaal in beeld. Ja. En ik zie een opmerking van Jan Korenblek van Fine Farm. Fine Farm is de zoeksite van boerderijwinkels in Nederland. Ja, klopt. Ik heb een vlag van ze aan mijn kraampje hangen. Kijk, helemaal goed. Ja. Dus nou, zoek je een boerderijwinkel bij jou in de buurt, kijk even op findfarm.nl en dan met postcode intikken zie je wie er bij jou in de buurt wat te koop heeft. We worden steeds verder aangestuurd om biologisch te gaan produceren en eten als het aan Brussel, Den Haag ligt. Ja, maar dat is ook niet samenmakend. Zijn jullie nog van plan om veranderingen of innovaties aan te brengen in de manier van verbouwen? Nou ja, dat doen we al constant. We zijn natuurlijk hier constant aan het uitvinden hoe we zo efficiënt mogelijk met zo min mogelijk middelen toch nog te kunnen produceren. En nou ja, weet je, Brussel wil natuurlijk dat we helemaal natuurlijk niks meer kunnen spuiten. Maar ja, ik gaf al als voorbeeld met die luizen. Ja, als je die niet kan bestrijden, dan kan je eigenlijk geen bepaalde dingen kan je dan gewoon eigenlijk niet meer produceren. En dan is er wel een heel klein stukje wat je biologisch kan. En er zijn ook heel veel aardappelrassen die gewoon niet sterk genoeg zijn om biologisch te produceren. Zoals bij Valerie. Ja, die kan niet biologisch. Die is planetproof, global cap. Alle keurmerken zitten erop. Maar weet je, biologisch is ook een manier van leven. En daar moet je achter staan. Bijvoorbeeld en er is ook niet genoeg land om. Nou ja, er zijn nog veel nadelen aan. Kijk, die verbranden bijvoorbeeld hun planten. Op het moment dat hun aardappels groot genoeg zijn, dan maak je je gewas dood, zodat ze niet verder groeien, zodat je plant afsterft. In de biologische sector branden ze het blad dood. Ja, je kan zelf ook wel bedenken dat het bodemleven daar onwijs onder lijdt. Meer nog dan de manier waar wij het op doen, maar ja, dat wordt natuurlijk nooit hardop gezegd. Koper wordt heel veel gespoten in de biologische landbouw. Dat is echt een heel slecht product voor je bodem en voor de natuur. Maar het is wel biologisch. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd goed is. En kijk, dit is een hele gevoelige discussie. En misschien moet ik hem niet openbreken. Maar ja, ik ben al eenmaal iemand die gewoon alles hardop zegt. Ja. Er is heel veel om te doen. Maar daarom zeg ik altijd tegen mensen, joh, loop eens een week met ons mee. Dan snap je het beter. Weet je? We hebben overal echt een reden voor. We doen niet klakkeloos zomaar iets. Nee. We zijn echt wel heel bewust van alles. En weet je, als er iemand zuinig is op zijn land, dan is het wel een akkerbouwer. Want je teelgrond is zo belangrijk. Ja, dan moet je dat elk jaar weer wisselteelt, maar één keer in de 4 jaar bouw je aardappels op een perceel, zodat je niet je grond uitput. Je constant bemesten. Altijd weer kijken van, nou, wat heeft mijn bodem nodig om gezond te blijven? Want ja, wat heb je daaraan om je bodem uit te putten, weet je? We willen dat de volgende generatie hier ook nog iets op kan verbouwen. Inderdaad, ja. Ik krijg hier een vraag van Teddy. Ik krijg geen geluid. Kunnen anderen misschien ook even reageren of zij ook geen geluid hebben? Of dat het aan een mobiel of iets dergelijks ligt? Kan iemand even aangeven of het geluid het nog doet? Intussen zie ik ook van Petra. Voor de koeien zijn het voederbieten. Ja, uiteraard. Zou ik ja, dat is wel een ander product volgens mij, ja. De voederbieten. Ja, daarom. Suikerbieten zijn weer andere. Klopt, ja. Helemaal goed. Nou, ik hoop dat we nog te horen zijn geweest. Even kijken, Ingrid, hier alles goed te horen. Nou, Terry. In ieder geval iemand die ons gehoord heeft. Ja. Misschien kan je het even later nog terugkijken, Terry. In de hoop dat dan het wel weer goed te verstaan is. Eens even kijken. Jan, ook hier werkt geluid goed, gelukkig. En ja, in Benschop, Utrecht, komt het geluid ook goed over.
En Huub zegt, ah, dat is mijn man. Hey, hallo. Het geluid ook goed. Fijn dat die ook meedoet. Is ook een keertje thuis aan het werk. Ja. Ah, nou, goed. Bij Terry doet het geluid tenminste ook weer. Oh, Helemaal gelukkig. top. Nou, mochten er nog later vragen binnenkomen als je dit terugkijkt, tag even Astrid en mij erin. Dan zien we dat op onze berichten binnenkomen. En voor nu zie ik volgens mij geen nieuwe vragen binnenkomen. En dan blijven we in ieder geval nog binnen het half uur. Oh, gelukkig. Ga Yes. ik koffie drinken. Oké, koffietijd. Yes. Astrid, reuze bedankt voor je update over je actie. Jouw aardappels zijn dan zo goed als op, maar er zijn nog heel veel boeren in Nederland die nog bergen over hebben. Zoals bij Martin Ruiter, die heeft elke zaterdag van 10 tot 3 een drive-in waar je aardappels kan kopen. En zo zijn Ja, er en nog heel veel. ik wil ook wel graag mijn collega's oproepen. Als je nog berg hebt liggen, ga niet, weet je, laat je kop niet hangen. Laat je horen, laat het weten. Weet je, er is heus wel. Mensen willen graag helpen. En zorg dat je het onder de aandacht brengt. Niet overal je aardappels neer gaan gooien, zoals ik. Maar wel dat, weet je, er zijn genoeg consumenten die rechtstreeks aardappels bij je willen kopen. En het is niet zo dat dan die hele aardappelhoop weg is, maar. Ja, misschien dat er toch nog ergens, weet je, de horeca gaat open, dus dat die ook misschien iets positiefs kan doen, dat die zegt van, nou ja, weet je, we gaan iets met die Hollandse friet, aardappelen. gaan nu alleen nog maar verse friet bakken tijdelijk of zo, ik weet het niet. Inderdaad. En kijk ook Want het bij is andere niet zo, winkels. ze kunnen toch niet zo heel veel mensen in hun restaurant hebben. Dus als al die, als iedereen in de horeca nu zegt van, nou, weet je, we gaan gewoon verse friet bakken, nou ja, dan heb je echt wel een hele markt alweer waar heel wat heen kan. Ja. En het is super lekker. Ik Ja, zeker. sinds een jaar dat ik aardappel bij de boeren hier dichtbij had. Daarvoor kwamen ze bij mijn schoonmoeder vandaan. Maar ook friet aardappelen. Nou, heerlijk als je die snijdt. En het hoeft allemaal niet superkeurig recht te zijn, maar ze zijn echt Nee, lekker. lekkere boerenfriet. Yes. Daarom. Dus kijk op finefarm.nl waar er bij jou een winkel in de buurt zit. Ook voor de aardappelboeren die aardappels over hebben. Wellicht willen zij ook wel een kist neerzetten voor van aardappels uit de eigen streek. Super, Wees goed idee. creatief. En help lokaal mee. Support your locals. Yes. We gaan naar de koffie. Super bedankt, Ja, Astrid. precies. En tot de volgende keer. Hey, doeg. 31 juli, dag. Hoi. Of 29 juni bedoel ik trouwens. Dat is de eerste volgende. 26 juni. Nou, ik zit een beetje met de dagen in mijn hoofd. Ik hoop dat jullie het een leuke uitzending vonden met de update van Astrid over de aardappels, maar ook vooral alle andere Nederlandse boeren die hun producten graag aan de man willen brengen. En dan weet je waar je eten vandaan komt zonder E-nummers. Ik zeg, eet heerlijk. Van lokaal of Nederlands. Tot ziens!